om aan de Greatest Dancer mee te doen, moet je eigenlijk een soort verhaal hebben in je dans. En wij wouden dus eigenlijk het verwerkingsproces, hè, nadat ons mama gestorven is en tijdens ze ziek was, dat wouden wij eigenlijk laten zien in die dans, hoe dat wij dat als koppel hebben doorleefd, zeg maar.